Nog een paar nachtjes slapen en dan kan je aan de slag met Little Nightmares 2 voor elk mogelijk platform. Hij komt namelijk uit op 11 februari en Cody is aankomen rollen en die heeft hem al even voor je gespeeld. Die heeft een paar preview sessies gehad, dus je hebt al een duidelijk beeld van de game. En die gaat je nu vertellen waarom ook misschien jij wel deze game moet gaan spelen of misschien juist wel niet. Cody. Ja, dat ga ik inderdaad doen. Er zijn een aantal redenen waarom je deze game wil spelen. We hebben natuurlijk allemaal het eerste deel van Little Nightmares gezien. Misschien heb je hem trouwens niet gezien. Het is een aandoenlijk horrorspel. Dat zijn twee woorden die je vaak niet naast elkaar pakt. Nee. Maar het is redelijk schattig. Je bent kleine mannetjes en je beweegt je iets wat onhandig voor in een zeer, zeer grimmige wereld. Dat is in deel 2 hetzelfde. Kan ik je alvast verklappen. De protagonist van deel 1, Six, zit ook weer in deze game. Alleen jij speelt er niet. Jij speelt nu een mannetje, genaamd Mono. En Six is daar om jou te ondersteunen en om jou de weg te leiden in die grimmige wereld waar je probeert te ontsnappen aan allemaal gruwelijke personages en vieze dingetjes. Vieze dingetjes, oké. Vieze dingetjes. Ja, het zijn allemaal een beetje ranzig vormgegeven beesten en ze hebben allemaal heel veel puit. Nou ja, goed. Het is, even om een beeld te schetsen. Doet je denken aan Garbonkel van vroeger, als je dat nog kent. Oeh. That kind of scary. Maar, ik heb drie redenen die ik jou ga vertellen, Martin, waarom je dit wil gaan spelen. Ja. De eerste is, waar ik net eigenlijk al zei, de sfeer. De sfeer van deze game is echt uniek. Het is echt heel erg uniek. Zeker als je je geluid goed hebt afgesteld, of je speelt met een mooi koptelefoontje op je hoofd of zo. Dan is het geluid, dat sterkt alles aan, want als je iets laat vallen, een hamer, dan is dat super intens, want je zit doorgaans in stille ruimtes. Je denkt dat je in een levenloze kamer bent, maar dan plots staat er een pop op of staat er een vrouw achter je met een uitschuifbare nek. Ja, dat zijn dingen waar je niet vrolijk wordt over het algemeen, maar ja, je wordt er heel erg ingezogen. En dat brengt me eigenlijk bij de tweede reden wat dat gevoel aansterkt, is dat, en dit klinkt raar als positieve reden om het leuk te vinden, maar de onhandige besturing van je mannetjes, van Six en Mono, die draagt daar heel erg aan bij. Want je kan niet wegrennen bijvoorbeeld als een beest achter je aanloopt. Want ze hebben hele kleine beentjes en ze zijn een soort van zeer onhandig. En dan, ja, je wordt altijd achterhaald. Dus je moet slim door die kamers heen bewegen. Je moet erachter komen wat ervoor zorgt dat monsters niet meer op je afgaan. Dus bijvoorbeeld een zaklamp in hun gezicht schijnen. Allemaal trucjes wat je gaandeweg leert. En ja, je zal heel vaak doodgaan, maar dan leer je in je volgende keer dat je door het level heen gaat waar de beesten of de monsters zich schuilhouden. En dat is heel dope. Daar zit een leuke leercurve in. Ja. En dan heb ik nog één reden. En dat is, dat ga jij leuk vinden als horrorliefhebber. Oké. Ze zijn zich heel erg bewust van welke locaties scary zijn en niet leuk zijn om doorheen te bewegen. Ik noem een paar voorbeelden. Ik ben in een ziekenhuis geweest. Ik ben in een school geweest. Nou, dan heb ik eigenlijk alles al gezegd, toch? Op begraafplaatsen, ziekenhuizen, scholen. Je krijgt precies wat je verwacht daar te krijgen. Je wordt geschoold door een of andere. Ze doen een beetje denken aan de Tall Lady van Resident Evil 7. Er is een soort van babyhoofd dat zich voortbeweegt door het ziekenhuis. Het is geen pretje en dat maakt het leuk, want je komt uiteindelijk daar om te griezelen. Ja. Dus dat is het. Ja, oké. Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg positief. En Little Nightmares 1 was een vette game. Was een beetje een sleeper hit. Little Nightmares 2. Ik vond deel 1 oké. Maar het staat niet hoog op mijn vetste games ever and ever and ever. Waarom moet ik dan in godsnaam toch wel deel 2 gaan spelen? Je gaf me net een paar goede redenen. Maar ik heb nog steeds zoiets van, weet je, Resident Evil Village komt er ook aan. En dat is wel echt mijn to-go horror game, denk ik. Ja. Ik ben nog niet helemaal overtuigd door Little Nightmares 2. Is dat heel gek? Hmm. Ben jij wel echt overtuigd van, dit moet ik straks gaan checken? Dit moet jij straks ook gaan checken? Ik vind inderdaad, als je het in vergelijking maakt met Resident Evil 7, ja, dat is, of wow, 7. 8. Dat is natuurlijk, 8 inderdaad, dat is natuurlijk griezel op een heel ander niveau. En heel ander soort game natuurlijk ook. Ja, het is een hele andere game en je bent, sowieso speel je in first person, dus dat maakt dingen al anders. En hier wordt meer een soort van schattige platformen wordt gecombineerd met horror. Dus het is een beetje een mix tussen de twee. Om nou te zeggen dat die zo hoog op je radar moet staan als bijvoorbeeld voor jou Resident Evil 8. Ja, dat vind ik ook out there. Ja. Maar als je deel 1 dope vond, als je het leuk vindt om rond te griezelen in als een soort van kleine mannetjes in een overgrote wereld, ja, dan ga je dit heel erg leuk vinden. Maar om nou te zeggen dat die op je radar van beste 2021 games mag staan, nou, dat vind ik ook dat is een beetje overdreven, hè? Ja.
Ja. Dus dit is meer eentje die je misschien straks, ja, februari valt om weinig te spelen. Eentje om je misschien warm te houden voor wat er nog gaat komen dit jaar. Ja, 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 om je, zeg maar, je griezelgehalte toch een beetje op level te houden, is deze game lekker. Ja, ja, lekker. Lekker is ook altijd, af en toe gewoon goed. Het hoeft niet altijd haute cuisine te zijn. Gewoon af en toe een lekkere frikandel is ook lekker. Zo, en hoe? Even uit de trekmuur. Ja, en hij is natuurlijk ook niet full price, ga ik vanuit. Dus dat helpt ook wel. Ja, precies. Ja, ik zie hem ook staan voor, volgens mij, $30 in de pre-order. Dus dat valt allemaal mee. Ja, zie het inderdaad als een lekkere Febo tegenover je restaurant. Heerlijk. Love it. Goed, dankjewel Cody. Vond je dit nou een fijne video? Dan kan je ons heel erg helpen door op die abonneerknop te rammen van YouTube. Dan kunnen we meer van dit soort video's spelen. Kan Cody meer Little Nightmares 2 spelen en jou meer op de hoogte houden over wat er allemaal gebeurt in de wereld van de videogames land. Zeg ik het zo goed? Volgens mij wel. Ja, uitstekend. Ja. En laat ons even weten in de comments of jij enthousiast bent voor deze titel. Wil je hem gaan checken? Of denk je, heb je meer zoiets van, nee, ik skip hem. Mag allemaal.